Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. In deze video hebben we DIY Summer Life Hacks voor jullie, want het is natuurlijk zomer en vandaag ook ontzettend lekker weer. Yes, dus dat houdt in dat we allemaal superleuke tips aan jullie gaan laten zien wat je zomer makkelijker en ook leuker maakt. Ja, want af en toe hebben wij echt van die struggles met de hitte en gewoon met water, van alles. Dus vandaag gaan wij jullie tips geven. En we hebben een paar superleuke DIY's voor jullie, die jullie heel gemakkelijk en snel kunnen namaken. Ja, wij hebben in ieder geval super veel zin in deze video. Jullie ook, vergeten zeker geen duimpje omhoog te doen. En vergeet natuurlijk zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Ja, dat kan hier beneden. En dan gaan we nu beginnen met de life hacks. Let's go! Oké, nou dit is dus gelijk de eerste life hack, wat ook gelijk een DIY is. En we gaan dit keer ijsjes maken, want ja, je hebt natuurlijk verkoeling nodig in de zomer. En dan gaan we hele gezonde ijsjes maken. Ja, precies, ik wou net zeggen. We maken er dus een leuk driehoekje van en daar kan je dan een stokje in steken, even in de vriezer. En dan heb je een super lekker en gezond ijsje. Ja, je kan er natuurlijk zoveel van eten als je wilt, want het is natuurlijk gezond. Maar voordat we beginnen, let goed op, want jullie zien dat we een best wel groot mes hebben. Dus graag even hulp aan je ouders of aan iemand die handig is met messen. Ja, het klinkt een beetje raar. Maar in ieder geval, ja. Okay. Kijk maar uit. Nou, we willen wel lekker dikke plakjes, dus snijden we best wel grote stukjes. Oeh, het ziet er echt heel lekker uit. Het is super sappig. Ik wil het echt nu al opeten. Okay. Wij kunnen echt niet wachten om dit op te eten, want wij houden echt heel erg van watermeloen. En zoals jullie zien is Jadon ondertussen bezig om een gaatje te maken waar ik nu het stokje in ga steken. We hebben dus nu alle watermeloenijsjes gemaakt en ik vind ze er echt super leuk uitzien. Maar ja, het moet natuurlijk nog wel een soort van achtig soort van ijsje worden. Dus ja, we gaan hem nu in de vriezer leggen. Yes. Dit zijn ze dus geworden en ze zien er eigenlijk nog best wel hetzelfde uit. Ze zien er best wel gezond uit ook. Ja, maar ze zijn echt heel erg koud, dus dat is lekker in deze hete zon. Oké, nou laten we maar gaan proeven. Cheers. Deze video is echt leuk. Ja, ik vind hem echt heel grappig. Oh, kan jij vast uit mijn arm? Ik krijg nu al pijn. Ja, is goed. Oh, dat is echt niet chill. Nou, iedereen kent deze struggle vast wel. Dat je samen een YouTube filmpje aan het kijken bent. Maar ja, niemand heeft natuurlijk eigenlijk zin om hem vast te houden. Maar het is ook gewoon echt super irritant. Of bijvoorbeeld op een strandbedje dat je de hele tijd dat ding moet vasthouden. Daar hebben wij dus vandaag een super handige lifehack voor. Want je hebt waarschijnlijk gewoon een zonnebril mee. Of bijvoorbeeld in je strandtas. En ja, je klapt de pootjes gewoon dubbel van je zonnebril. Je keert hem om. En ja, dan kunnen op de pootjes gewoon je telefoon staan. En hoef je hem niet meer vast te houden. Echt super handig. Zullen we een watermeloen ijsje halen? Ja, lekker. Okay. Oh, ik heb er echt zin in. Ik ook. Oh my god, het is heel heet. Au, au, au. Au. Het was echt heel warm. Waarschijnlijk heb je dit zelf wel een keer meegemaakt. Dat je slippers in de felle zon liet staan. Echt super onhandig, waardoor je natuurlijk je voeten verbrandde. Dus daar hebben wij een lifehack voor. Dit moeten ze dus in ieder geval niet. En ja, dit eigenlijk wel. Gewoon je slippers omdraaien. Het kost echt geen meer tijd. En je verbrandt je voeten niet meer. Jullie kennen het vast allemaal wel. Dat je lekker wil snacken op de bank. Maar ja, dat je gewoon te veel zakken met eten hebt. Dat het gewoon lastig is om allemaal bij elkaar te houden. Dus daarvoor hebben wij vandaag een super handige lifehack. Wat bijna iedereen wel in huis heeft. Namelijk cupcake vormpjes. En ja, daar gaan we eigenlijk gewoon alles in zetten. Zoals de bekertjes zetten we erin. En natuurlijk allemaal lekker eten gaan we er ook gewoon in doen. En ja, het is echt super handig. Maar ja, je moet natuurlijk niet naast gooien. Hé Jade? Je kan het natuurlijk vullen met alles wat je lekker vindt. Want even serieus,
hoe irritant is het als je drink omvalt als je gaat picknicken. Maar ja, dit is heel handig, want het is eigenlijk gewoon een soort van mini-tafel. Lifehack is super handig als je graag een muziekje op wil zetten, maar je box bent vergeten. Yes, want het geluid van je iPhone is soms best wel zacht. En ja, soms hoor je het gewoon even lekker wat harder. Dus daarom hebben wij vandaag een best wel handige lifehack, waardoor het wel een stuk harder gaat. Namelijk, je hebt alleen een bekertje nodig en je telefoon met een liedje. Ja, je zet je telefoon gewoon in de beker. En als het veel harder. Want als je hem eruit haalt is zo. En als je hem erin doet. Oh. Ja, hij moet natuurlijk wel even blijven staan. Oh, dat lukt ook. Zomer is natuurlijk super leuk, maar ja, als je iets zoets hebt, bijvoorbeeld een lekker drankje, dan komen er altijd wespen, vliegen, bijen op af, wat wij echt heel erg irritant vinden. Nou. Precies, en dat is gewoon super irritant. Dan heb je dan denk je, oh lekker mijn drankje. En dan komt er weer zo'n vervelend beest op je drinken af. Maar wij hebben daar een oplossing voor gevonden. Hè? Wij zijn vandaag wel een beetje in het cupcake thema. Daarnet al een cupcake bakplaat en een cupcake vormpjes. En we gaan jullie eigenlijk nu laten zien, ja, wat je hier nou mee kan. Zodat die irritante bijen niet meer in je drankje zitten. Yes, Oké, we doen dus nu het cupcake vormpje erop. En ja, dan prikken we eigenlijk gewoon met een pen een gaatje erin. Ja, heel simpel. Hoep. Zo, en hier. Ook nog eentje en dan het rietje erin. En dan kunnen die irritante beesten er niet meer bij. Nee. En het ziet er ook nog best wel cute uit. Ja. De volgende lifehack is super simpel. Je hebt namelijk alleen een flesje water nodig en wat water. Yes, want het is natuurlijk super handig om in de zomer overal een koud flesje water mee naartoe te nemen. Dus wij hebben de perfecte lifehack, ja, voor dit. Ja, voor verkoeling eigenlijk. Oké, nou wat je doet is, je vult het flesje water, ja, tot de helft met water. En dan doe je de dop erop. En dan is de bedoeling dat je het flesje water schuin in de vriezer legt, zodat de helft bedekt is met water en de andere helft nu nog leeg is, maar je de volgende ochtend daar water in kan doen. Oké, dit is hem dus. En zoals je aan deze kant zit, is hij helemaal bedekt met ijs. Nee, hij is echt heel erg koud. Dus we gaan hem nu vullen met water. Het enige wat je hoeft te doen is het dopje erop draaien en voilà, je hebt de hele dag lekker koud water bij je. Super handig, dus altijd verkoeling bij je. Nou, en dan kan je gewoon gaan. Oké, tijd voor de allerlaatste lifehack. Want je kent de struggle vast wel dat je lekker in de tuin bent met allemaal vrienden. En dat je drankjes gewoon echt best wel heet zijn omdat de zon zo fel is. En je geen ijsblokjes in huis hebt, nou dan hebben wij nu een super handige tip. Ja, het enige wat je nodig hebt is waterballonnen en die vul je gewoon, ja, met water natuurlijk. En dan kunnen we ze in de vriezer gaan stoppen. Oké, nou daar gaan we dan. Heel zacht. Ik zet heel zacht aan. Kijk. Even, je moet dus waterballonnen vullen. Ja, ik denk dat het wel duidelijk is. Ik denk dat iedereen dit wel kan, behalve Jade en Gina. Wij gaan het nog even proberen en dan zien we jullie straks als we waterballonnen hebben. Jee. Ja. Wij hebben het wel voorbereid gisteravond. Want ja, het moet wel nacht in de vriezer. Dus zijn we zo klaar liggen. Maar deze gaan we zeker nu in de vriezer doen voor de volgende keer. Kijk, girlies, dit is dus het resultaat. Echt partyproof. En het ziet er echt heel erg leuk uit. En het drinken blijft lekker koud. Ja, dus gewoon. En zodra ze ontdooid zijn, watergepijn! Yes! Okay. Oké, dit waren dus
alle DIY Summer Live Hacks. En ik vond ze echt super goed. En ik ga ze zeker nog een keer gebruiken. Ja, en wij zijn ook heel benieuwd welke jij zeker gaat gebruiken. Zet het hieronder in de reacties. Nou, ik denk dat wij persoonlijk alle twee nog wel een keer het ijsje gaan maken. Mm-hmm. En natuurlijk de koeling was ook heel erg handig met de waterballonnen. Ja, en als je lekker op het strand bijvoorbeeld YouTube zit te kijken, dan vind ik die zonnebril Live Hack natuurlijk ook super handig. Dus in ieder geval genoeg leuke Live Hacks voor deze zomer. Ik ga ze zeker allemaal uitproberen. En dan heb je echt een perfecte zomer. En willen jullie meer van dit soort live hacks zien? Zet het hieronder in reacties, want wie weet maken we wel een andere versie. Ja, dus laat dat zeker weten. En wij vonden het in ieder geval super leuk. En we wensen jullie natuurlijk een super lekker, hete, vrolijke DIY zomer toe. DIY zomer. Met lekker veel plezier. En eten en ijsjes en ja. Zon. Oké, heel vaag dit. Maar in ieder geval, vergeet natuurlijk zeker geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren op ons YouTube kanaal. Dat kan hier beneden. En dan zeggen we nu, bye girlies, tot volgende week. Doei! Summer.